over mezelf praten. Ik heb 20 minuten. Ik wil over twee dingen praten. Over de herinneringswaarde van woorden en over de overtuigingskracht van woorden. Kunnen we ook waarschuwen voor woorden? Woorden misleiden ons en misleiden ons. Ik kom er zo over. Als reclameman schrijf je dingen in de hoop dat mensen die onthouden. En bedenk je zinnen, kies je woorden in de hoop dat mensen denken, die vijf jaar later ken ik die woorden nog. Ik ben gebiologeerd, gefascineerd door het verschil van talen. Onder andere, waarom blijven die woorden nou hangen? En tot welke conclusies ben ik nou gekomen bij de vraag welke woorden blijven hangen? Welke slagzinnen blijven hangen, welke bandlijnen blijven hangen? En welke 99 van de 100 vergeten we allemaal? Ik vermoed een paar dingen die ik met u wil delen. Mocht u ooit een zin willen voorbrengen die mensen zich 30 jaar later nog kunnen herinneren. Stel, ik vraag u, er bestaan tientallen slagzinnen, dat is niet stel, dat is echt zo. Er bestaan tientallen slagzinnen waar het woord genieten in voorkomt. Is er iemand die er een kan noemen? Ik vroeg hem genieten, ik ben streng. Genieten. Dan zal ik u wel, want ik heb maar 20 minuten, de vraag stellen. Er is ook een slagzin waar het woord rund en ook het woord stunt in voorkomt. Stel nu dat we de laatste bijna allemaal kennen, dan kom je bijna bij gelijk om les 1 te trekken als het vraag om de herinneringswaarde van woorden. Les 1 zegt dan: gebruik rare, ongebruikelijke, vreemde woorden. Vermijd alle clichés. Reclame, maar niet alleen reclame, als u ooit een zin wil achterlaten, vermijd alle clichés. Gebruik het andere, het ongebruikte woord. Er is maar één slagzin waar het woord rund en stunt in voorkomt, ook over het woord stunt. Zeg dit tegen politici, hun woordenschatzin, hun toespraak is vol met grijze, vage, volle woorden, betekenisvolle woorden. We moeten de wereld beter maken. Het zijn volle woorden, want je weet nog wel niet wat je doet. Gekke, rare woorden. Melkwitte motor was ook een beetje gek en geweldige slagzin, omdat het woord motor, als het gaat om food advertising, bijna niet voorkomt. U kent het uit reclame voor motoren, Honda motoren of Suzuki motoren en zo. Maar als het gaat om iets wat je kunt drinken, is het een rare woord. Gekke woorden. Albert Heijn wilde ook zeggen, zijn goedkoop. Het zijn ontzettend veel slagzinnen. Goedkoop en voordelig. Men koos er ooit voor, lang geleden, zo'n grootste kruidenier gaat op de kleintjes letten. Wat een tamelijk, in enigszins in onbruik geraakte formulering was voor goedkoop zijn, zuinig zijn. Het was een zin die destijds iedereen kende. Later, dus al kort gevoerd, kwam C1000 met een zin die ook bleef hangen bij veel mensen. Geen fratsen dat scheelt. Hij is maar 2 jaar gebruikt, maar fratsen, ik voelde me aankomen, fratsen is nooit gebruikt. Zoek woorden, gekke woorden, ongebruikelijke woorden, niet gebruikelijke woorden. Dat is één. Een tweede is, zoek zinnen, zoek woorden waar mensen even over moeten nadenken. De derde wijze die we nu toch even, die heeft er volgens mij te maken. Zoek woorden die bij jou passen, bij jouw stelling passen, bij jouw politieke partij of jouw overtuiging, of jij bij jouw bedrijf passen, en alleen bij jouw bedrijf passen. Twee was, woorden we even moeten nadenken. Over moet nou, we kennen allemaal de slagzin van Groningen. Die voldoet aan eis 2 en 3, niet zozeer aan 1. 1 zegt rare woorden. 2 en 3 zegt iets wat alleen voor jou geldt, in dit geval voor de provincie Groningen. En 3 zegt, zeg iets waar je even over moet nadenken. Limburg had het ook kunnen zeggen, maar dan was het niet minder leuk geweest. Juist de meest noordelijke provincie. Gebruik dat zinnetje, want alleen zij kunnen zijn en die moet er even over nadenken. Als je er even over moet nadenken, activeer je de hersenen. En als die hersenen toch al bezig zijn, zullen ze eerder denken, denk ik. Ik schrijf het nu even in het boekje, laat ik niet meer onthouden. Ik weet niet of u weet, de zin is bedacht destijds door Henk von Hof, prominent VVD'er en commissaris van de Koningin. Zo'n tijger in je tank is bijvoorbeeld, en zit weer, ik voldoet aan een ijs. Kent u, ja, hij is nu uit de we gebruiken hem nu al lang niet meer. Maar er is een tijd geweest dat heel Nederland en ook heel Amerika, heel Engeland, dat was een van de bekendste, let u niet op mijn uitspraak, put a tiger in your tank. Gekke, rare zin. Je moet erover nadenken, het is een beeldspraak, het wordt tijger.
Je moet er ook niet te lang over nadenken, want een ingenieur zou kunnen zeggen, als ik als kinderdoelblad was voorgesteld, stel nu dat ik mijn vader vraag om naar Diergaarde Breidel te rijden. Ik kom uit Zeeland, de woont ongeveer zijn de dierentuin. Stop echt een tijger in die tank, dan had hij altijd helemaal niet meer gereden. Je moet de logica en creativiteit of blijven het zijn iets anders. Je moet dus nadenken. Een andere zin die ik heel goed vind in de zin van, je moet erover nadenken. Hij past alleen bij het ene bedrijf, dat is een Amerikaanse zin. Let er niet naar de uitspraak. Ooit hadden we daar een gouden gids, hè? Yellow Pages. Ze hadden zelfs een logo, heeft hij hier op, met twee vingers. En de zin luidde, let your fingers do the walking. Ik zal hem vertalen, niet omdat ik aan de Engels spreek, twijfel van mijn uitspraak. Laat je vingers lopen. In Nederland is het vertaald, loop eerst door dat gouden gids. In Engels is het echt mooi, let your fingers do the walking. Oftewel, ga niet als een idioot door die stad ruizen. Op zoek naar een loodgieter of een begrafenisondernemer. Als het wordt van het overleden. Wat loopt gewoon door die gouden gids? Had alleen de gouden gids kunnen zeggen. Zelf vond ik trouwens ook echt mooi als we gaan nadenken. Als kleine jongen heb ik wel eens wakker gelegen. Ik denk dat ik een jaar of een zes was. Ik had een stripboek, misschien hebben jullie het ook gehad, van Lucky Luke. Er stond een tekening achterop. U kunt zich misschien de tekening herinneren met een zin. Lucky Luke. De man die sneller schiet dan zijn schaduw. Als kind heb ik me vaak afgevraagd. Einstein begreep ik toen nog niet en nog steeds niet helemaal, want wat pas in het net is, is rondgegaan. Maar is het mogelijk dat je sneller bent dan je schaduw? Nadenken. Als je nadenkt over een zin, dan begrijp je het beter. Ik denk dat de mooiste zin die uit Politiek Den Haag tot ons is gekomen, misschien wel de meest dramatische, en heel veel mensen zullen nog kennen, uitgesproken 2 dagen nadat Pim Fortuyn, 2001, 2002, vermoord was, zei een kopstuk van de LPF. Je kunt zeggen, waren allemaal rare lui die LPF'ers. Maar we hadden kennen toch een goede tekstschrijver in huis. Want hij sprak de zin, de kogel kwam van links. En die gekke, rare, belmende, dreigende zin, de kogel kwam van links, kent een 1,5 generatie opgevoed. Als hij dat had gezegd, ik denk zelf, ik weet het niet zeker, ik vermoed dat hij neergemaakt, dat hij doodgeschoten door iemand met linkse sympathieën, waarom die zin nog meer vergeten, duizend bij de kritische de verplichting, dat ik niet letterlijk was, wel een figuur van de kogel kwam van links, maar die zin ontzettend sterk. Godfried Bomos heeft hier eens iets over geschreven in de verte. Godfried Bomos schreef ook een artikel over kinderen en Sinterklaasliedjes. En hij stelde zich de vraag, welke zinnen, welke woorden uit die liedjes vinden kinderen nou het mooist? En hij zei, ik noemde 2 voorbeelden van, in zijn ook prachtige, door kinderen prachtig bevonden zinnen. A. Makkers, staak uw wildgeraas. Makkers, kom ze nog half thuis brengen. Maar geraas is helemaal onduidelijk. En ook heel fascinerend vonden ze de zin, want we kennen onderzoek naar gedaan. Wie zoetes krijgt, dan heb je blekkers, die staat dus de roe. De roe. Dat horen ze ook vrijwel nooit, alleen rond de 5 PC. Dat zet ook gelijk die fantasie aan, waardoor ze die zin ontduwen. Dat gekke verschijnsel, gegrepen worden door iets wat enigszins onduidelijk is, zie ik in mijn vak ook en kent u misschien ook. In de jaren 80, kregen wij in Nederland een product. Het was aanvankelijk alleen verkrijgbaar bij de reformwinkels. Later doken het ook op in de gewone supermarkten. Biogarde. En biogarde, ik zei altijd, is een rechtruim melkzuur. Rechtruim melkzuur. En alle volwassenen waren plotseling kinderen geworden die gegrepen waren door makkers en staakte wildgeraas. Die dachten, rechtruim melkzuur. Hoe zie je dat? Is het dan? Draai het dan zo, maar als ik even naar de onderkant van die pot zou kijken, dan moet het toch linksdraaien melkzuur zijn? En hoe zou het dan zijn op het noordelijk halfrond? Als het passaat afsteekt, denk je dat het niet uit een raar, gek, vreemd, belmend begrip waarvan je ook nog wel voelt. Het is niet door een leugenachtige reclame bedacht, maar het fascineert, dat is gek. Ik kan een ander plein opnoemen over gekke woorden. Als je met een bedrijf opzet, doe iets raars. Verzin een gekke naam, een gekke locatie. Doe iets raars. Ik zal u een voorbeeld doen. Mijn vrouw vindt dit niet leuk. Zij werkt bij een taalinstituut in Amsterdam. Het meeste grote taalinstituut, ze hebben al een vesting, in de Liceo, op grote naam.
En ze, je kunt dat Engels doen en het Spaans en Russisch leren, komt wel eens een journalist, zelfs een minister. Maar waar zij dat vond, en zij vertelt, ik werk bij een taalinstituut, dan vraagt er altijd iemand, is dat net zoiets als de monnikjes in Vught? De monnikjes in Vught. En dat is net als rechtruim melkzuur. Een raar begrip, je denkt monnikjes. Die spreken ook op Nederlands en Gregoriaans misschien. Maar ik vraag me, hoe kunnen die dan Japans en Chinees geven? Maar omdat het raar is en omdat het beeldend is, is het wereldberoemd geworden, is ook niet bedacht. Dus is het pas, ze zit ook in zijn bol meer. Rechtruim melkzuur. Dat vond mij trouwens ook zo van meer. Wij waren er allemaal van overtuigd dat het hartstikke gezond was. Niemand in Nederland. Ik heb ervoor gewerkt, voor Campina, in die tijd. Ik weet dat het ongeveer doet, het doet daar heel weinig. Alleen zuiveringen hebben we niet samen. Ze kunnen nog geen dienst aan de enzymen zien of niet. Maar wij waren er overtuigd dat het mysterieus en berengoed was. Dat zie ik vaak. Er is nu spelbrood, niemand weet het. Spelbrood is het oergaan. Het zit in de categorie onbegrijpelijk, maar het klinkt taal. Taal is krachtig, maar soms heb je er klaar maar niks aan. Ik noem nu een voorbeeld van een mooi voorbeeld, een voorbeeld van krachteloosheid. Er verschijnt ook een advertentie van een Mercedes-Benz, personenwagens, en die begon met een kort verhaal. Dat in het Guinness Book of Records staat misschien nog steeds een auto, in een Canadees, op 1,5 miljoen kilometer, gereden in één en dezelfde auto. Een en dezelfde motor, niet eens gereserveerd, gereviseerd was en inderdaad was het een Mercedes-Benz. Fantastisch, ijzersterk argument. Als je ze hebt, gebruik ze. Maar soms heb je er niets aan. Ik noem een prachtig voorbeeld in mijn optiek. In 1992 kwam de KLM met de commercial waarin niets gezegd werd. Er werd geen enkel argument gebruikt. Het enige wat men liet zien, weet je het niet, was een zwaan. Een prachtig, kolossaal, fenomenaal beeld. Van een zwaan landend op het water. Vertraagd zat muziek al onder, dat er geluiden onder remgeluiden en de snavels maakten het geluid die normaal opvangen in de cockpit van een vliegtuig. Mensen vonden het prachtig, die filmpjes. En dan vroegen mensen: wat zijn ze nou? Wat wordt hier nou gecommuniceerd? En mensen zeiden: ah, een zwaan is ontzettend betrouwbaar. Nooit was ik in de krant dat een zwaan neergestort was of niet was. Het vliegen was verliefd. Zwanen schijnen, hebben we ook wat bij biologie gehad, ook geweldig getrouwd te zijn met elkaar. Blijven altijd bij hun partner, wat van piloten vaak niet. Mensen zagen het ook als een single van Nederland. Alsof je op weg tussen Breda en Antwerpen plotseling denkt: kloot, ik zie geen zwanen meer. Onzin, was een Nederlandse vogel. En het had met blauwe lucht, het had met vakantie en vrijheid en soevereiniteit en kwaliteit te maken. Werd allemaal niet gezegd, werd er wel uitgehaald. Stel me voor dat u destijds directeur was geweest van KLM, ook een directeur, onder de directeur. En u had gezegd: jongens, ik heb net voor 30 miljoen euro stoelen laten weghalen uit die boot. Waardoor de beenruimte was toegenomen. Kan die zwaan dat niet even omroepen? Of kunnen we de commercial even onderbreken met deze belangrijke boodschap? Die u 30 miljoen heeft gekost. Dat was het effect desastreus geweest. Want nu is in de film, hij had alleen maar hele goede positieve associaties erover. En nu met dit peperdure verhaal, dat had alleen maar tot de reactie geleid. Kloten, de beenruimte zou nu waarschijnlijk 2 mm beter zijn. Maar die was inderdaad kut en kloten. En die zal nog steeds niet veel beter zijn. Terwijl het een veel duurder verhaal was. Het filmen van die zwaan voor 50.000 euro maakt meer indruk dan uw investering van 30 miljoen. Want, zei ooit iemand, ik geloof het ook, elke vorm van argumentatie lijkt op contra-argumentatie. De zwaan zijn niks, werd ook niks gezegd. Alleen muziek, mooie gevoelens. Maar u, stel u onderbreekt met het verhaal van al die stoelen, komt alleen maar de tegenreactie. Inderdaad, die beenruimte, die was ook al zwaar kloten. Ook de benen in het land, met de langste mensen. U ziet trouwens ook bij Obama. Elke vorm van argumentatie heeft een contra-argumentatie. Als u zijn overwinningsspeeches analyseert, niet de verkiezingsdebatten, want dat heeft hij het moeilijk. Dan moet iemand zeggen: ik ga meer geld uitgeven aan defensie. En hij moet dan zeggen: ik niet. Nou, alle gelijk aan de. Maar als hij gewonnen heeft, houdt die redenvoering, fenomenale redenvoering,
waarin hij niets zegt waarmee maar één Amerikaan het oneens kan zijn. Het gaat over een groot land en een groot volk dat een grootste toekomst voor zich heeft en niemand kan zeggen, geloof het toch niet aan. Als u 2,5 uur zeer onderhoudend kunt praten, zonder iets te zeggen waar maar één Nederlander het mee oneens is, kunt u eindigen als president, minister-president van uw land. Taal. Er zijn meer dingen, ik kom een beetje met overtuigingskracht, overredingskracht, de misleidende werking van taal. Ik denk dat taal leidt ons en misleidt ons. Ik ken mensen die er bijna aan dood gingen, misschien wel echt aan dood gingen. Ik zou een droefgeestig voorbeeld noemen. Nou, nog iets over nog iets van nieuwe woorden. Wat ik ook fascinerend vind, is het gebruik van nieuwe woorden. In het jaar 2012 werd tot het woord van het jaar uitgeroepen plofkip. Het was ook de dag in 2001 door Wouter Klooswijk. En wat doen de actievoerders? Die doen dat heel goed. Als je een vijand wil bestrijden, als je een misstand aan elkaar wil stellen, moet je daar een woord voor hebben, een label. Zonder naam geen bestaan, zei iemand. Je moet een verschijnsel, een label geven, waardoor je het kunt opbergen. Plofkip. Heel klein woord. Niemand kan het precies definiëren. Is een halve plofkip, een hele plofkip, een lofkip of een plofkip? Nee, het klinkt niet goed. Nog veel mooier. Antoinette Herzenberg, ik heb ooit eens een korte e-mailwisseling met haar gevoerd. Van Tros Raber zat in het jaar 2006 met haar redactie. Van Tros Raber. En ze boog zich over het probleem van de beleggingsverzekeringen, de beleggingspolissen. En ze zocht een woord, want ze kende toen al de wet, zonder naam geen bestaan. Geef het een label, dat het zich in je hersenpan brandt, dat het je dekt op moet slaan. We hebben heel veel verschijnselen. Zinloos geweld was tot een term in de jaren 90. We hebben al eeuwenlang zinloos geweld. Je kunt je afvragen hoe het zinvol geweld hebben gekend. Maar toen had het over verschijnselen zinloos geweld. Zij bedacht met haar redactie, ze kwam erover niet uit, maar 3 uur later schoot haar het woord dat dan ook in binnen. Fenomenaal woord. Woekenboos. Tot op de dag van vandaag liet de mensheid, de raad van bestuur, de raad van toezicht van Egon en al die andere grote verdedigers wakker door de immense schade die in wezen dat woord was. Alleen maar beleggingsbozen of ondeugdelijke of onbetrouwbare of grijpgragen. Nee, woekenboos. Een dreigend woord. Dus zeggen, woeken is positief. De Calvinisten onder ons kennen het. Woeken met je. Een beetje talenten, dan wil Peters je misschien nog in genade aannemen. Maar nee, het heeft ook een negatief boeken, een boekenboos. Die is ongrijpbaar, duister, bramen, dat doet het voor. Taal, blijven ons en misleiden ons. Ik ga u een paar voorbeelden noemen. Stel u leest in de krant morgen. En u zou het kunnen lezen, want het staat er al eens in. De rijke landen worden steeds rijker. En de arme landen worden steeds armer. Nou kun je zeggen, het komt sowieso, want we praten over relatieve begrippen. Als alle korte mensen weer korter worden, worden de lange mensen langer. Niet in centimeters, maar in relatief. Dus armoede, rijkdom en relatieve begrippen. Maar veel mensen zullen dus in lezen, de rijke landen worden steeds rijker, de armen worden steeds armer, als in die landen stijgt het nationaal inkomen en in de arme landen daalt het nationaal inkomen. Komisch. Want stel voor dat ik u vertel, ik heb 10 broers. 5 rijke broers en 5 arme broers. En de laatste 5 jaar zijn die rijken steeds rijker geworden en die armen zijn armer geworden. Dan zal waarschijnlijk niemand van u denken dat die arme rijke broers van mij rijker zijn geworden omdat ze zich verrijkt hebben ten koste van die arme broers. Maar bij die zin, de rijkste landen worden steeds rijker, de armen steeds armer. Zijn veel mensen geneigd om een relatie te zien en denk je, ja, dat heeft met uitbuiting te maken. Dat kan niet anders. Dat staat er helemaal niet. Als u morgen in de krant zou lezen dat de 5 rijkste staten in Amerika rijker zijn geworden en de armste, misschien zuidelijke staat, arm, dan denk je ook niet. Die mensen in Californië hebben daar lopen pikken en lopen jat. Maar bij die ene zin is het wel zo. Je ziet het heel vaak. Mijn denken zit er vol mee. Als u morgen in de krant leest. En het staat er wel eens in. Hondenbezitters leven langer. Ja, wacht hoor. Praat over leven en dood. Dan is de mens geneigd te zeggen, ja, hondenbezitters leven langer. Ja, natuurlijk, elke dag, de dagen die
met een ander niet chagrijnige kop. Die hond drie keer uitgehaald, maar goed voor beweging. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat mensen die erg gezond zijn, eerder een hond nemen dan mensen die bedleverig zijn en al jarenlang ernstige chronische ziektes hebben. Schijnverbanden, dat is een voortdurende tijd. Ik noem een ander triest woord over taal. In gedachten, gelukkig, het was in gedachten. Liep ik hier langs de sporen. En ik zag een verstrooide jonge man van 22. Hij sprong over de sloot, liep de spoorlijn op. En ik wist wat ik ging doen. Hij bracht op in de zin. Amsterdam is. Zo keek hij uit zijn ogen. Ik snapte, dit is geen tijd voor sociale pretgroep, koetjes en kalfjes. Dus ik riep hem, jij gaat zeker zelf opleggen. Sorry, de veropeningszin was misschien wel bot, maar ik had gewoon weinig tijd, want ik ken toevallig. Omdat ik geen auto kan rijden, ken ik de diensten. Ja, zei hij. En ik vroeg hem, waarom? Schreeuwde ik hem, hij stond op die spoorlijn. En hij zei, omdat het leven zinloos is. Ik dacht, nou, die vriend, die jongen gaan we verliezen. Waarop ik plotseling in een vraag van verstandsverbijstering een vraag inkreeg. En ik zei dat ik riep hem toe, de dood, dood zijn, is dat dan wel zinvol? Is dat dan zinvoller dan leven? En plotseling zei ik de vertwijfeling in zijn ogen. En dacht ik, kut, UPG, uit positie gelukt, die rare kamergerel daar, die moet een tegenargument waar hij niet van terug had. En hij kwam terug, sprong over die sloot, pakte zijn hand om fiets. Hij ging koffie drinken bij zijn oude moeder, die waarschijnlijk niets wist van het drama dat haar voor juist de spaar was gebleven. Dus de stelling, ik ga maar een eind maken, mijn leven is zinloos. Als je die taal vraagt verandert in, is leven dan wel, is de dood dan zo zinvol? Dan blijkt die stelling niet te kloppen. Wat ik trouwens ook een bijzonder interessant verschijnsel vind, is, ik had het net over nieuwe woorden. Ik verdenk nieuwe woorden van. En ik verdenk ons er wel eens van over de intrap. Bij mensen zijn geneigd als ze in hun woorden zitten, denk ik, het correspondeert met een nieuw verschijnsel. U kent het woord computer sinds 1982, want we hadden het sinds eind 1989 computers, apparaten. En bij die boekenbouw is onze profiel, correspondeert het ook met iets echts. Maar we hebben ook heel veel verschijnselen waar een nieuw woord voor is. En dan denken wij met onze domme kop, nieuw woord zal een nieuw verschijnsel zijn. Iemand, een paar jaar geleden kwam het woord framing op. Framing. Dat is niets anders dan iets op een bepaalde manier belichten, hè? Op een bepaalde manier verwoorden of verbeelden, zodat het een bepaalde indruk geeft. Dat doen we al eerder. Adam en Eva, vreemden ook. Muziek is werkelijk niets nieuws onder de zon. Vreemd. Maar we denken dan ineens, nieuw woord, hey, zeker een nieuw verschijnsel. Helemaal niet waar. Alles wat wij doen, elke formulering is een vreemd. Als u zegt, de mens is uniek, vreemd u. U zegt iets, het klopt. U kunt het niet zeggen, het klopt maar half van dan. Er zijn heel veel dingen. We hebben onnoemen van overeenkomsten met elkaar. Van de overeenkomsten dan verschillen. Dus de stelling dat de mens een kuddedier is, ook door de macht van de wetenschappers, is minstens zo geldig. Wat vreemd doet, en dat doen we allemaal, woorden zijn zaklantaren. Zoals dit de mens is, zet u een zaklantaren op en u zegt hij is uniek. Klopt. Overigens, het feit dat elk mens op aarde denkt dat de mens uniek is. Maar als iemand zijn andere zaklantaarn daarop richt, wij framen voortdurend in alles. Als u vanavond nog thuis komt en u duikt in de bos was, zelfs die is geframed. Het feit dat er is ooit een afspraak gemaakt dat we de meest noordelijke landen op de aarde, dat we die bovenaan de kaarten maken, stond het allemaal uit het noorden. Dat we niet noorden zeggen en de zuiderkolonie in het zuiden. Dat een frame. Alles is een frame. Helemaal niks nieuws. Ik wil u ergens van overtuigen. En ik vraag me af, hoe moet ik dat formuleren? Want
Deel 2, hoe vergroot je je overredingskracht? Stel ik dan nu van het getuig wat mijn roem nietig. Sorry. Mijn roem. En ik zeg tegen u, ik weet zeker dat mijn roem nietig. Maar dat kan ik zeggen. Ik kan ook tegen u zeggen, ik vind het heel jammer dat mijn roem nietig. Dit is bijna wetenschappelijk onderzocht. Ik heb het verder gevraagd. Ik denk dat dit bij de tweede zin, ik vind het jammer dat mijn roem niet deugt, eerder van mij aanneemt dat mijn roem niet deugt. We kunnen met elkaar praten en vragen hoe komt dat nou? Ik noem u een ander voorbeeld. Het lijkt heel anders, maar het werkt hetzelfde. Wim Kok, onze voormalig minister-president. Wat ik nu vertel klopt trouwens. Die heb ik er wel eens op, is me wel eens opgevallen, die gebruikt met enige regelmaat een bepaalde formulering. En dan zei hij, ik heb hem vaker gehoord zeggen, ik ben tot het inzicht gekomen dat. Ik ben tot het inzicht gekomen dat. En dan kan er meer de belasting moesten worden verlaagd, of de BTW moest eraf, of weet ik wat. Of de vader van Maxim mocht wel komen of niet komen. Ik ben tot het inzicht gekomen dat. En ik weet de zin op dat moment, hij is van, hij had ook kunnen kiezen voor de formulering. Ik ben tot de conclusie gekomen dat was een hoop moeten vanuit. En toen dacht ik, de formulering, misschien heeft hij het bewust gedaan, ik weet het niet zeker. Ik ben tot het inzicht gekomen, is een betere formulering. Als een minister-president zegt, ik ben tot het inzicht gekomen dat moet gebeuren, ben ik eerder geneigd, en nu ook denk ik, dat om een tweede deel van die zin als waar te accepteren. Want je kunt zeggen, ik ben tot het conclusie gekomen. Ja, hij kan tot de conclusie. Zijn tegenstrever had een andere conclusie kunnen trekken. Die is discutabel. En bij het inzicht gekomen zit bijna iets nederigs. Ik, minister-president, heb het licht gezien en iemand heeft me dat verteld. Nu kunnen we die anders zien. Zij heeft, ik heb het ook nog een fout genomen. Zij heeft Engels gestudeerd. En zij heeft een keer gezegd. Het wordt even technisch, maar ik vind het toch zo, ik hoop dat u het nog leuk vindt, van dit is natuurlijk echt de toppers van het verleden. Piet wil iets zeggen, Piet kan het zo formuleren, Piet kan het zo formuleren. En bij A of B geloven wij Piet eerder. Dat zal hij gewoon allemaal zeggen, puntje, puntje, puntje. En waar zit nou het geheim? Nou, het geheim van deze twee zinnen, want er zit een overeenkomst tussen ik vind het jammer en ik ben tot een inzicht gekomen. Er is een overeenkomst tussen die twee. En het technisch, het heet factieve met een C. Factieve werkwoord. Komt ze bijna nooit tegen in Nederland. En wat wil dat nou zeggen? En nou zijn we bijna opschrijven, maar dat zal ik niet doen. Dat is het enige, dat moet je goed nadenken. Laten we die zinnen even pakken. En ik ga ze iets anders formuleren, maar natuurlijk blijft hetzelfde. Iemand zegt: ik betreur dat mijn roem niet deugt. Dat is het factieve werkwoord, betreuren. Betreuren, factief betekent: ik kondig een feit aan. Het is een vooraankondiging van een fact, een feit. Want stel je voor, we nemen dat eerste deel van de zin, ik betreur, dat bedoel je, dat je het woord niet zou gebruiken. Ik betreur niet. Ik betreur het niet. Ik betreur niet dat mijn broer niet deugt. Dan blijft het feit dat die broer niet deugt, loodrecht overeind staan. Als Kok had gezegd, ik ben niet tot het inzicht gekomen dat moet gebeuren, dan blijft het tweede deel van die zin loodrecht overeind staan. Terwijl als je had gezegd, ik ben niet tot de conclusie gekomen dat moet gebeuren, dus een factief werkwoord, ook al zou je het woord niet inbrengen in je hoofdzin, dan nog later onverlet, dan blijft de tweede zin, als ik zeg, ik vind het niet jammer dat het bloem niet deugt, dan nog denkt u dat het bloem niet deugt. Sorry dat ik, maar ik vond het zelf wel een gek. Ik ben er maar. Dus als ik dat zeg, waar kan ik hier dan mee dragen, ja? Nou, ik denk ja, dus ja, we kunnen zeggen. Als u dus zegt, ik realiseer me dat, waar ik ook niet van vind, zeg, ik realiseer me niet. Kijk, als u zegt, ik realiseer me dat er wel een probleem heeft, ja, iemand realiseert zich dat dan dat niet, ja, dan heeft hij ook een probleem. Want u heeft iets gezien wat hij niet heeft gezien. Realiseren, betreuren, jammer vinden, tot een inzicht van zijn factieve werkwoorden in het C. En ik dacht, ja, misschien vind ik het leuk. Ja.
Dank u wel.